Reactietype 5. Een niet-metaaloxide met een hydroxide geeft een zout plus water. Een zout bestaat uit een metaal en een zuurrest. Het metaal moet dus uit het hydroxide komen. En de zuurrest zullen moeten koppelen aan het niet-metaaloxide. Een voorbeeldje samen, straks weer twee voor jullie. Zwaveltrioxide plus natriumhydroxide. Zwavel met drie zuurstofjes aan. Natrium, eerste groep. OH- met één als oxidatiegetal, dus 1 natrium voor 1 hydroxide. Goed, daarmee moeten we een zout maken. Het ligt voor de hand dat het metaal natrium zal zijn in dat zout en dat de zuurrest moet gelinkt worden aan SO3. Daarvoor moeten we het oxidatiegetal van zwavel weer vinden, plus 6. En dan moeten we daar het geschikte zuur dat daarbij past zien te vinden. We weten ondertussen van een vorig voorbeeldje dat dat H2SO4 zal zijn, want daar is het oxidatiegetal ook plus 6. Maar deze keer hebben we niet het volledige zuur nodig. Een zout bevat enkel de zuurrest daarvan. Dus een natrium vooraan en de zuurrest sulfaat moet achteraan komen. Zo komen we uit bij natriumsulfaat. Sulfaat twee keer negatief. Twee waterstofjes verdwenen. Natrium 1 keer plus. Dus natrium sulfaat schrijven we zo. En water natuurlijk. Als de stof correct is geschreven, dan gaan we op zoek naar coëfficiënten. Ik zie hier al twee natrium staan en daar maar eentje, dus daar moeten we zeker naar kijken. Twee natriums rechts. Coëfficiënt 2 levert twee natriums links op. Het niet-metaal zwavel, 1 links, 1 rechts. Twee waterstoffen zie ik links, ik zie er ook twee rechts. En 4 plus 1, dat zijn 5 zuurstoffen. 3 plus 2 zuurstoffen is ook 5. Heel de reactievergelijking klopt. Naam van het gemaakte product, natrium sulfaat. En dat is al lang de eerste keer niet dat we dat maken. Er zijn dus veel manieren om aan een zout te geraken. Oké, dus, moeilijkheid is, SO3, het niet-metaaloxide, welke zuurresten linken we daaraan? De omweg via welke zuren bestaan er, die ook oxidatiegetal plus 6 hebben. Twee oefeningen voor jullie. Die stikstof-3-oxide met bariumhydroxide. Moet kijken in welke groep hij staat. Chroom-3-oxide en kaliumhydroxide. Best het filmpje weer stilzetten, zodat je zelf naar de oplossing kan zoeken. En als je die gevonden hebt, start je maar weer op. Ik geef jullie de oplossing daarvoor. Die stikstof-3-oxide, N2O3. Barium staat in de tweede groep, plus 2. Heeft dus twee hydroxidegroepen nodig. Linkerstoffen juist geschreven. Een zout maken, barium komt vooraan, plus 2 als oxidatiegetal. De zuurrest, ik kom uit op nitriet van HNO2. HNO2, dat is namelijk het zuur waar stikstof ook oxidatiegetal plus 3 is, net zoals in N2O3. Dus HNO2, wij recycleren de NO2. NO2, nitriet. 1 keer negatief is dus een oxidatiegetal. Barium 2 keer plus. We hebben 2 nitrieten nodig voor 1 barium. En water. Als we dat allemaal goed geteld hebben, dan hebben we 1 barium aan de rechterkant, 1 barium links. 2 keer stikstof, hier ook 2 keer stikstof. 2 keer waterstof, daar ook. En zuurstoffen, 4 plus 1 is 5. 3 plus 2 is ook 5. Barium. Nitriet. Niet barium, die nitriet. Barium is altijd plus 2, nitriet is altijd min 1. Volgend voorbeeldje. Chroom-3-oxide, CrO3. Kaliumhydroxide, kalium eerste groep. En je merkt dat ik twee oplossingen heb staan, die allebei starten met CrO3 en KOH.
Bij de ene ga ik op zoek naar een zuur waarin chroom plus 6 is. En de mogelijkheid H2CrO4 is zo'n zuur. Dan recycleren we CrO4, twee keer negatief, twee kaliums dus, en water. Maar H2CR2O7 is ook zo'n zuur met chroom in. En chroom heeft daarin ook oxidatietal plus 6 en sluit dus ook aan bij chroomtrioxide. Dus in dit geval zijn er twee mogelijke oplossingen waarin chroom plus 6 is en een goede zuurrest vertoont. Kaliumdichromaat. De andere kaliumchromaat. Goed. Als het ooit examen is, volstaat eentje, tenzij ik expliciet achter twee zou vragen natuurlijk. Daarmee is reactietype 5 achter de rug. En gaan we naar 6. 6 is het laatste wat in je overzichtsschemaatje zo past met de pijlen. Twee soorten oxiden bij elkaar, metaaloxide en niet-metaaloxide, vormen samen een zout. Geen water deze keer, in de oxiden zit er nergens een waterstofje in. We starten met het voorbeeldje. Ah, we kunnen al wat sneller gaan, hè. Zwaveltrioxide, SO3. Natriumoxide, juist schrijven, rekening houdend met de groep waarin natrium staat. Een zout maken. Natrium komt vooraan te staan. En we gaan weer op zoek naar een zuurrest waarin zwavel oxidatiegetal plus 6 is. We kennen ondertussen het rijtje met de zuren waarin zwavel voorkomt. We gaan weer naar H2SO4, dus de zuurrest is weer sulfaat. Zuurrest min 2, twee waterstofjes weg. Natrium plus 1, dus natriumsulfaat schrijven we zo. De keer dat we dat gevonden hebben, gaan we tellen. In dit geval, als ik op het zichttal wat kijk, dan zijn alle atomen even talrijk links als rechts, dus geen coëfficiënten nodig. Alleen de naam ontbreekt nog. En dan hebben we natriumsulfaat, alweer. Ik denk dat dat al de vierde keer is. Goed, er zijn dus heel veel mogelijkheden om zouten te maken. Tel dus weer niet zomaar SO3 en natriumoxide samen en plak daar ergens aan elkaar om een molecuul te verzinnen. Je moet echt wel zoeken naar die zuurrest. Twee voorbeeldjes weer voor jullie. Je kan het filmpje weer stopzetten om de oplossing zelf te zoeken. Als je terug inpikt, dan toon ik nu de oplossing. Koolstofdioxide. CO2 dus. Zinkoxide. Zink is altijd plus 2, zuurstof altijd min 2. ZNO dus. We moeten daarmee een zuurrest zien te vinden. Een zuurrest waarin koolstof voorkomt. Dat kan alleen van H2CO3 komen. Koolzuur. Dus de carbonaten recycleren we. Min 2 voor carbonaat. Zink was plus 2. Zinkcarbonaat schrijven we dus zo. Geen coëfficiënten nodig, ook in dit geval. En we hebben gemaakt zinkcarbonaat. Volgende. Booroxide. Het is niet zomaar één boor en één zuurstof. Boor staat in de derde groep. Dus B2O3 is het oxide. IJzer-2-oxide. Daarin moet ijzer plus 2 zijn. En zuurstof min 2. Stoffen eerst juist schrijven. Het metaal ijzer komt vooraan, oxidatiegetal plus 2. Het zuur waarin boor komt, boorzuur, H3BO3, dus boraat min 3. We hebben zo op die manier 3 ijzers nodig van plus 2 en 2 boraten van min 3 om iets neutraals te verzinnen. Heb je dat juist geschreven? Dan kijk je naar coëfficiënten. 3 keer ijzer. Ik zie 2 keer boor, daar ook al. En de zuurstoffen die matchen helemaal. IJzer 2 boraat. Moet die 2 daarbij? Jazeker, want IJzer kan ook plus 3 zijn. Als ik al specifieer welk oxidatietal, dan gaan jullie dat zeker ook moeten doen.
Oké, dat is nummertje 6. En daarmee stoppen we de PowerPoint. Nummer 7 en wat extra info komt in de volgende.